leuk Vorent. We woont u in het buitengebied van Hengelo en dan krijgt u nieuwe buren. Wat vindt u daarvan? Dat vinden wij heel leuk. Ja, nieuwe frisse wind. Ja. En we hebben begrepen dat het bekende buren zijn. Dus ja, daar hebben we wel zin in. Wist u al dat de familie Meiland daar kwam wonen? Nee, dat wisten we nog niet. De geruchten gingen wel de ronde, maar we wisten nog niet dat het echt de familie Meiland was. Ja. U kende de familie Meiland van de televisie of nooit gevolgd? Of? Ja, kennen we wel. De televisiering hebben we, de uitreiking hebben we gezien. Het programma zelf hebben we met Flard een beetje bekeken. Niet alles, maar ja, wel een bekende familie. Ja. Was je al lang op de hoogte? Nee. Het gerucht ging de ronde, alleen we weten eigenlijk officieel sinds gisteren pas dat zij daar komen wonen, ja. Hoe vinden jullie dat en wat verwachten jullie daarvan? Ik verwacht eigenlijk dat het net zo blijft zoals het nu is. Wat wij heel leuk vinden is dat wij twee kleine dochters hebben en dat zij ook een kleintje meenemen. Dus wat meer klein gut in de buurt, dat vinden we leuk, ja. U bent niet bang van het toeloop van allerlei nieuwsgierige fans van de familie Meiland die de weg hier komen blokkeren en toeristen uithangen om te kijken van waar de familie Meiland wonen? Als het zo is, dan is dat zo. Maar ik verwacht eigenlijk dat ze, als ze hier willen komen wonen, dat het vooral is voor de rust. Dus ik hoop dat het is. En anders wonen wij in ieder geval ook buitenaf. En we kijken niet op het huis, dus daar zullen we niet zoveel van meekrijgen. U hoopt dat u dadelijk een goede buur aan de familie Meiland hebt? Nou, sterker nog, dat verwacht ik. Ja, ja, zeker. Dus we gaan ze hartelijk welkom heten namens de buurt. En uitnodigen voor de buurtvereniging ook. Dus we zullen zien hoe dat gaat. Ja, we gaan afwachten hoe het zich gaat ontwikkelen. Ja, wij ook.